hele goede... Geen morgen. Nee, geen morgen. Avond. Ja, dat was even een verrassing, jongens. Geen goede morgen meer vandaag, maar goede avond voor ons dan. Misschien voor jullie wel ochtend. Maar wij beginnen de vlog vandaag in de avond. Want we hebben vandaag overdag een hele leuke dag gehad waarvan we niks kunnen vloggen. Maar nog niks kunnen verklappen. Maar we hebben wel wat anders leuks voor jullie. Want we zijn nu inmiddels weer thuis. We hebben de dag helemaal beleefd. En we zitten lekker pannenkoeken te bakken. Kijk. En wij gaan vanavond... Hij knettert. En we gaan vanavond een slaapparty houden in de... Woonkamer! Ja, het is weekend. Het is morgen. Kunnen we ook lekker rustig gaan doen. En Daniel die gaat vanavond weg. Dus ik zei, nou kinderen, is het dan misschien leuk dat we dan lekker een woonkamerparty gaan houden. En dan kijken hoe laat papa thuis komt. Breken jullie niet het huis af, jongens? Nee. We zijn thuis op stelten. Op stelten, dan vind ik het goed. Nee, ik heb een single release van onze zingende visboer Nico. Dus geen single release dat je single bent, maar een single release single, van een liedje. Ja, van onze zingende visboer Nico. Ja. Dus daar ga ik heen. Maar jullie heel veel plezier met jullie huis op stelten logeerfeestje in de woonkamer. Ja, we gaan het huis op stelten zetten. Ik zal vanavond de avond zijn keuze op mijn teentjes binnensluiten. Ik heb hier alweer de volgende ronde. Ja, hij knet het een beetje, omdat ik ook niet gebruik. Nee jongen, wie heeft nog een pannenkoek? Hier heb je een pannenkoek nu niet op. Maar bij pannenkoeken hoort natuurlijk ook een beetje een feestje. Niet echt dat we iets te vieren hebben, maar gewoon het weekend te vieren hebben. Wat we vandaag hebben gedaan was wel weer heel erg leuk, jongens. Het was wel weer iets om te vieren. We hebben al een taartje ervoor op. Dat hebben we allemaal weer op vandaag. Heb ik niet gezien, maar dat hebben we allemaal weer op. Dus het was een hele leuke dag. Maar we gaan gewoon lekker chillen nu thuis. Zo nog even de pannenkoekjes hier afmaken. Dus kijk vandaag weer gezellig. Ja, vandaag. Met ons mee. Vanavond met ons mee. Komt hier een 3, dan mag. 2, 1. Yo. Goed maar. Kom maar. Goed man. Ik zie je nog. Ik zag je nog. Kom maar. Kijk maar. Hé, of zo? Hé, of zo? Nee? Of je neemt de hond op, hè? Of zo, hè? Nee, dat is niet. Nee, fijn dat je niet meer gemist. Tot morgen, jongens. Tot morgen, hè? Ja, er gaat echt weer een TikTok-filmpje van. Er gaat weer een TikTok-filmpje van. Ja, tuut. Kom er druif in de bocht. Wil je nog een druif? Wie wilt er nog een druifje? Zure druif. Ja, een zure druif. Wie is hier de zuurste druif? Wij maken hem niet te laat, papa. Jij ook niet, hè? Wij willen jou nog zien thuiskomen, papa. Ja. Maak het wel voor jou. 12 uur 's nachts. 12 uur 's nachts, ja. Hoe lang duurt het dan? Nee, 2 uur. Oh, echt? Ik weet niet dat ik het 2 uur haal. Nee, dat weet ik ook niet. Ja, dat trekt. Ja, we zien het wel. Laat zien. Voorzichtig, hè? 1, 2. Wauw. Mooi. Ook we hebben een camperbus. Dus ik wil allemaal eerst nog even slapen op camperbus. Even slapen. Als ik denk dat ik ga hier. Wat ga je doen, Zille? Ga je ze nog een avondmaaltijdje brengen? Ja. Je bent heel goed. Konijnenwaarzinnetje. Zo bof van ik jou. Ja. Lekker broccoli, worteltjes en sla. Geef eens een dikke knuffel van ons. Ja. Ondertussen jongens hebben we ons lekker even getoucht. We hebben onze lekkere chillpak aan. Althans die heb ik aan. We hebben lekkere pyjama's aan. En ik kwam hier in de kamer. Luan had al helemaal dit luchtbed opgeblazen en hier neergelegd. Want we gaan slapen in de woonkamer en hij is nou met Lucilla de beddengoed pakken. Maar ondertussen ben ik hier even bij hem blijven, want Luxie en Lucie zijn helemaal los aan het gaan
alsof het een springkussen is. Liesjes vindt het helemaal leuk, hè, jongen. Nee, je moet opzetten. Ja, je moet wel goed opletten. Oh. Voorzichtig. Ja. Oeh, goed zo, jongen. Vind je dat zo mooi? Ja. Boom. Wat heb je dan? Oh. Zodat het veel zachter wordt. Leg je het matras erop? Maar jongen, dit wordt wel heel groot, hè? Dan wordt hij heel hoog. Nee, ik wil even kijken. Hoe... Heb je een heel matras nou gepakt? Oh, man, dit is niet zwaar, hoor. Oké. Okay. Luan heeft het... dit is jouw topper van jouw matras, Lu. Geurlie topper. Hé, dit is jouw topper, liefie. Niet jouw hele matras, maar jouw bovenste stukje van jouw matras heb je meegenomen. Ja. Oké. Okay. Ga maar even. Nou, dit is wel een gigantisch bed zo. Het is wel lekker. Ja. Gaan we hier allemaal op liggen? Nee, dat was niet. Maar iemand moet hier. Ik wil hier liggen. Ja? Dat kan. Ik zie. Nogmaals, kun je er even vanaf? Nee, dus je slecht. Ik denk dat we wel even de hoeslaag zelf moeten leggen. Nou, daar komt Luan nog aan met een deken. En Luusjes, die zit hier al lekker. Heb je alweer een boekje gewacht? Kijk dan. Gaat hij zo lekker liggen. Dat is leuk, liefie. Nou, volgens mij hebben we dan de bedden allemaal opgemaakt. Ja, deze nog allemaal. Toch? Ja. Oh, deze haal ik weg, man. Ik heb iets meer ruimte. Ja, dan kun je die weggaan. Dat kan. Nou, waar gaat iedereen slapen? Wat zijn de plekken? Ik ga hier slapen.
Lucilla daar. En ik. Luxie gaat daar slapen. Mama. Luan. Ja, nu ga die gaat daar slapen. En mama en Lucius gaan. Mama en Lucius mogen op het grote bed. Nou, dat vind ik lief van jullie. Dat wij op het grote bed mogen, Lucius. Hé, en als papa thuis komt, waar mag papa gaan slapen dan? Ik krijg bij mama en Lucius erbij. Ja. Wel, hè, dat past wel. En daar papa, vind ik een goed idee. Ik ben helemaal blij mee. Oh, je moet je de smart TV pakken. Dat is het. Oh, moet ik het voorlezen? Ik ga het zeggen. Hoe gaan beiden 's ochtends naar school? Met de bus. Ja, ik kijk. Lucie's aan de kant. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, haha, ziel. Oké, mama. Ja. Superheld. Superheld. Zo. Zo, nog een knopje. Ja. Nog een knopje. Nog een knopje. En, Chanel. Wat? Een konijn. Een konijn. Een klein konijn. Ik weet er nog één. Een baby. Ik wil het doen. De baby. Nou jongens, dat is jongens, toch net ik echt? Ik heb dit even opgezet op YouTube. Dit is toch net echt? Ach. Lekker warm hè? Kijk, zo besparen we gas jongens. In plaats van dat we onze gashaard aanzetten, zetten we onze tv-haard aan. Ja, grappig is dat hè? Nou. Nou, de meisjes hebben alweer dolle pret voor 10 op het springbed. Kun je het beter noemen? Eigenlijk hebben ze volgens mij niet meer nodig dan de bedden in de kamer, dat ze lekker kunnen springen. Was dit een party, jongens? Mama! Ja. Die heb ik weer nieuwe trucjes. Laat zien. Mama! Ja. Zijn jullie dan niet moe van al dat springen? Mama! Ja. Ja. 1, 2. Wauw, salto, ja. Barbie in de shit. Mooi hè? Die shit. Fiesta. Oh.
Dat is mooi, hè? Oh, poem. Je dorst van, Sil. Daar krijg je dorst van. Nou, doe de koelkast maar weer dicht. Ga ik even kijken of we popcorn hebben. Ja. Aangezien het dit een onverwachts avondje was, heb ik er niet specifiek dingen in huis gehaald. Maar dat hoeft ook niet, want we hebben in principe genoeg. Mama, alleen ik weet niet of we popcorn hebben. Ik zeg als we popcorn. Geen popcorn hebben. We hebben popcorn. Yes! We hebben popcorn. Yes. Moeten we wel even poppen. Moeten we wel even poffen. Goed? Ja. Kom, gaan we popcorn poffen. Het zijn hele makkelijke zakjes. Gewoon, kun je lekker in de magnetron doen. Dus hoeven niet een hele pan te pakken of zo. Gewoon lekker van die zakjes. Hop, pof in de magnetron. Maar ruimt daarna lekker in huis, joh. Is niet normaal. Dus, dat gaan we even doen. Het is lekker donker. Lekker donker. Ah, ben je zo moe? Ja, jullie hebben heel hard gesprongen. Ik ben niet moe. Ik ben nog niet uit buiten. Ja, meer popcorn. Popcorn. Oh, iemand mag me helpen? Ja? Dolle boel, jongens. Dolle boel hier. Luke zit een bank gemaakt. Ah, ik kom zo kijken. Ik ga even popcorn poppen. Nou, pak één zakje. We moeten even nu uitdrukken, trekken. En dan zo, in de magnetron. En dan moet ik altijd kijken. 3 minuten volgens mij. 3 tot 4 minuten. Nou. Even poffen, jongens. Gaat hij zo poffen? Ja, poffen. Is het lekker popcorn? Ja, ben je er aan draaien? Moet je niet aan draaien, want dan weet ik niet meer hoe lang die al erin zit. Moefie? Schatje. Nou, eens even kijken. Kijk dan. Hebben jullie gewoon een heel bankje gemaakt? En lekker warm bij het vuurtje. Dit ziet er ook wel leuk uit, ja. Ik kocht pof. Poft hij al, ja? Ja, dat zijn de maiskranen. Maar hoe kan dat in één keer pof? Ja, dan poft hij uit elkaar van de hitte. En dan heb je een ontplofte maiskorrel en dat is popcorn. Is het wit? Een popcorn, hè? Ja. Wat is het, Ivy? Wil je ook wat drinken? Ja? Wil je ook kijken? Wil je ook even kijken aan de popcorn? Poffende popcorn. Grappig, hè? Dan ruikt ze meteen heel lekker. Waar zit het helemaal niks in? Er zitten graankorreltjes in. Van de popcorn. Oh, gaan we maiskorrels. Gaan we deze doen? Nee, dit is al een hele volle bak. En dan maken we hem open. En dan zie je hier de popcorn. Zo, Lusjes die wordt moe, jongens. Hoor je dat? Maar dit ruikt heerlijk. En ik doe er ook altijd een beetje poedersuiker voor. Gewoon lekker. Oh, jongens.
Kijk. Oh, dit ruikt lekker. Hij is nog warm. Super lekker. Nou jongens, popcorn. Check. Nou, kijk eens. Wie lust er lekkere? Popcorn. Kom maar. Hij ruikt heel lekker. Dit is een glazen schaal, dus we zetten hem even rustig neer. Dit is mooi. Heel mooi. Lekker warm zijn ze nog. Dat smaakt goed, hè? Nou jongens, we hebben een heel leuk spelletje bedacht. Tenminste, nou niet bedacht, maar bedacht dat we dat gaan doen. En dat is dat Luan bij het krijtbord zit. En Luxie gaat op de rug van Luan op een papiertje een plaatje tekenen. En Luan moet dat natekenen op het krijtbord. En dan hopen dat hij hetzelfde plaatje heeft getekend als dat Luxie op zijn rug heeft getekend. Luxie die weet wat ze gaat tekenen. Goed drukken dat Luan het voelt, hè? Oh, mooi Luxie. Oh, dan moest je samen met de stopzuiger. Nou, Lu, wat heb je getekend? Ja, dit. Een rondje. En wat had Luxie gemaakt? Ik heb een hartje. Een hartje. Oh. Nou is Luxie in de buurt. Nou mag Luxie zitten waar Lu was. Dan moeten we heel even een bussetje pakken. Ja. En Luxie die blijft maar met de stofzuiger in de weer. Wat weet het, ik weet het. Ja, nee, maar Luxie, jij moet raden wat Lucilla gaat tekenen op jouw rug. Ja, ik moet nu iets bedenken. Op jouw rug. Krijg jij hier een kraantje. Oh. En dan maak ik hem even schoon. Zo. Goed voelen, Luxie. Wat je voelt op je rug. Dit is al kunst. Dit is kunst. Dit is kunst. Ben je klaar, Sil? Ja, ik ben klaar. Nou, Luxie, wat heb je getekend? Een schilderij. Een schilderij. En wat heeft Lucilla gemaakt? Kijk eens naar een blaadje. Een bloem. Een bloem. Het was een bloem. Bijna goed. Bijna goed. Heel goed gedaan. Nou mag Lucilla op het krukje zitten. En dan mag Luan op de rug van Lucilla. Luxie, hier ben ik er. Ja, jij kan de achterkant zitten. Luxie die pakt nog een lekker popcornje. Lucie is met de blaadjes in de gang. En nou is het de beurt aan Luan. Ik ben benieuwd of Lucilla weet wat Luan gaat maken. Ach, kijk dan, er komen nog weer blaadjes. Goed voelen, Sil? Ja, ik voel het nu niet. Ik doe het zo hard mogelijk. Mama, ik zie het. Niet zeggen, hè? Klaar. Wat heb je gemaakt? Weet ik. Kijk maar naar het blaadje van Luan. De zon! Ja, een poppetje, toch? Of is het een zon? Het is een zon. Ja? Oh. Mama, ja, ik had een kat in zon. Nee, ik bedoel, het is een poppetje. Het is een poppetje. Nou, het lijkt er niet echt op. Veel? Nee. Nee, volgende keer beter. Zal mama het eens proberen? Ja, ja, die gaat op mama's rug. Zo, nou, nu is de beurt voor Luxie. Ik doe voor mama, maar Luxie gaat tekenen. Dit is mama's resultaat. Dit is Luxie's resultaat. Ja, Luxie kleurt hem nu helemaal in. Nou, dat hoeft niet hoor, Luxie. Je hoeft niet in te kleuren. Ben je klaar, Luxie? Ja. Nou. Ballon? Ballon? Wat was het? Een ballonbloem. Een ballonbloem. Oh, ik vind hem wel op lijken, enigszins. Nee. Nee, is hij niet goed gekeurd? Nee. Is hij niet goed gekeurd? Nee? Oh. Alleen, mag mama. Mag ik nog een popcornje van jou dan? Ja. Mama, als je hier nog één zo had en hier zo'n streepje had, ja, dan hier, man. Ja, dankjewel. Ja. Op, jongen. Ja. Nou, met het open haartje staat nog steeds aan. Met het geknisper op de achtergrond. Gaat het nooit uit? Nee. Nee, 12 uur lang, hè? Kijk, ik heb ze gewoon zelfs bewijs. Hier. Hij duurt 12 uur. Echt 12 uur, dus dat is heel lang. Dus je kunt hem de hele dag aan laten staan. Ja. Met de stofzuiger. Het kost geen extra. Nee. Wel stroom? Dat wel. Je tv? Ja, dat. Maar dat valt niet.
Och, jongens, ik kan niet wachten om hier lekker te liggen en hier zo naar de tv te kijken. Heb je nog Lucius gezien? Ja, Lucius is alweer hier. Hallo, jongeman. Waar ga je dan naartoe? Wat vind je nou zo mooi? Oh, jouw auto. Vind jij die... Oh, dat vind jij een leuk muziekje. Ja, dat snap ik wel, hoor. Wil je erop zitten? Wacht. Ik zet je erop. Ja, oh. Hij kan het al zelf. Nou. Zo, dat is leuk, hè? Nou, ik ga jou even in de weer duwen. Hi. Lucille gaat op de skelter. Ja. Dat kan toch niet meer, Lucille? Ik denk het wel. Nou. Mama, ik ga terug. Mama, leg het bord weer terug. En ik ga jou even duwen. Met zijn auto. Hij vindt zijn auto het allerleukste, hè? Lucille zit hier 24 uur op de auto. Ja. En Woeske zit hier lekker lui, hè? Dit is jouw luie plek. Hé, jongen? Hé? Och. Och, daar ligt altijd onze Woeske. En waar ligt onze Pippa? Dat is ook de vraag. Pip! Ah, oh, Pipje. Lig je hier? Je bent zo lekker zacht. Woesel ook, maar jij ook. Die hebben we daar. Hallo. Ik zit in de wachtrij. Oh. Luxa is hier, die zit te wachten in de wachtrij. En dan komt hij zo. Waar is ze helemaal? Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Oh, er zit klem in de keuken. Ja. Maar dat... Drie keer, nou, dan moet je wel even wachten, Lux. En dan mag jij. Dan, nou, ik weet niet of ik erop kan, hoor. Drie keer om de tafel. Drie keer om de tafel. Oh, en nu nog heel zwart trappen. Ja, dat is ook logisch, hè? Ik geef je even een zetje. Oh, nou, ik moet niet meer zo hard gaan. Nee. Hebben wij nog wat lekkers? Nou, zullen wij de kijkers vertellen waar wij onze geheime snoepplek hebben liggen? Nee, Oké, maar dan mag... Papa, als jij dit kijkt, met editen met de vlog, even je ogen dicht doen. Ja, of spoel even door. Of spoel even door. Doe je ogen dicht, voor je eigen best. We hebben al meerdere plekjes gehad. Namelijk in de pannenla, daar hebben we snoepjes hebben gehad. In de bijkeuken had ik ook een verstopplek, maar ook die heeft hij gevonden. Hier. Hierin, in zo'n bakje had hij het ook al gevonden. En een keer heel hoog achter in die kast, maar dat had hij ook gevonden. Maar nu hebben we er eentje en tot nu toe... Nog één. Oh ja, onder de theedoeken, in de la van de theedoeken, daaronder, hier. Had hij ook gevonden. Tada. Deze la heeft hij nog niet gevonden. Oh, maar deze heb ik echt Oreo. En dit is, Oreo milk van Milka. Die en jongens, hij is niet gesponsord. Nee, is niet gesponsord. Ja, deze ook, die hebben we gekregen laatst, hè? Dat was wel lekker. Oh, misschien is dat wel leuk. Misschien zitten daar nog wel, want deze... Ja, ik ben niet zo veel van chocolaatjes. Ik wil! Kijk, dit wil wel lekker. Die nemen we mee. Nou, neem die maar mee naar de bank. Ja, mam, ik wil deze uitkomen. Nou, neem die mee. Dat stoppie. Noemen we deze weer dicht. Kijk, dit is eigenlijk een la om borden in te zetten om te verwarmen. Als je eten hebt gemaakt en het bord moet nog warm worden, kun je dat hier inzetten. Hier kun je het verstellen, zeg maar. Maar die gebruiken we eigenlijk nooit. En vandaar dat we daar nu snoepjes ook in hebben verstopt. Zo, onder andere de chocola. Want ja, als je hem niet verstopt, jongens, ja, dan is de kans groot dat je hem kwijt bent voordat het weekend begint. Nou jongens, het begint al schremiger te worden buiten. Ik denk dat het tijd is om lekker op de bank / bed te ploffen. En een filmpje uit te zoeken. Wat vinden we daarvan? Of zijn de meisjes nog helemaal aan het snoepen hier? Ja, dat klopt. Lekker. Welke vind jij de lekkerste? Mars. Mars?
Mama vindt een milkkaart lekker. Jij ook een milkkaart? Ik vind deze. Ja, ik vind die ook de lekkerste. Die Luxie heeft. Milkkaart. Ja. Maar ik wil nu deze proeven. Vind ik ook lekker, want echt die vind ik niet te veel snoepel, hè? Niet te veel snoepel. Misschien. Nou, we gaan even een filmpje uitzoeken. Lusjes die wordt moe, dus ze gaat zo lekker slapen. Op wie account? Uw mama. Doe maar op Luan account. Want bij Luan zitten alle films op. We kijken altijd bij Luan op zijn account voor de films. Terwijl we even gaan uitzoeken welke film we gaan kijken. Plof ik even op mijn plekje neer. Ga ik hier liggen, jongens? Ja. Nou, dit ligt wel lekker zo. Heel ander zicht zo als je zo in de kamer ligt. Maar wel gezellig. Als papa vanavond thuis komt, of vannacht, ik weet niet hoe laat hij het maakt. Dan ploft hij er maar tussen, waar ergens nog een plekje is. Toch? Ja. Hé, jongen? Hé, vind je dit ook zo gezellig? Hé? Vind je dat zo gezellig? Ja. Nou, Luan gaat even kijken welke film we gaan bekijken. We hebben vorige week De Piraten van Hiernaast 2 gekeken. Die is aan te raden, die was heel leuk. We hebben Dora hebben we toen ook een keer gezien. De grote film. De grote. 3D. De 3D. De echte Dora film. Dus Luxie af en toe even de ogen dicht toen ze spannend was. Ja, 9 jaar. Maar het was ook een hele leuke film. Vindt mama ook leuk. Ik hou wel weer meer als er kinderfilms zijn, maar dan niet tekenfilms. Weet je wel? Gewoon wel echte mensenfilms. Echte mensenfilms, jullie snappen het. Kijk, we kijken naar Paddington, maar die hebben we ook al een keer gezien, hè, jongens. Maar hier Paddington 2, toch? Ja. Paddington 2? Is het Paddington 2? Ja. Hebben we die al een keer gezien? Dat hij naar de gevangenis gaat? Nee, die kennen we nog niet. Nee, ik dus wel. Jij wel, ik op school. Wel. Ja. Is hij leuk? Mama. Hij is leuk, maar ik vind het niet leuk om nog een keer te kijken. Nou, kijk eerst even of je eentje kan vinden die we allemaal nog niet kennen. Lusjes. Och, feentje. Ja, we hebben overal kussens liggen op het bed. Dus als ze er afrollen, dan liggen ze niet goed op kussens. Nee, jongen? Nee? Feentje? Tata. Even bij mama liggen. Oh, heb je een popje gevonden? Heb je een popje gevonden? Die is mooi. Die is mooi. Ja, schrik maar in. De bekers staan daar. Nou, wel gezellig zo, jongens. Ja, oh ja, je kan daarbij. Dus we kijken er naar of het geen tekenfilm is, maar een echte mensenfilm. En of de spraak Nederlands is. Er zijn ook wel Nederlandse films natuurlijk, maar er zijn ook buitenlandse films. En sommige zijn ondertiteld. En Luan die kan het op zich wel. Ik kan het überhaupt. Luan kan het überhaupt, sorry. Ja. En Lucilla vindt het niet zo prettig als er ondertiteling is. Ja, en Luxie heeft er helemaal niks aan. Dus het is niet leuk voor Luxie. Dus we kijken wel dat er ook synchroniseerd is. Wil je ook wat drinken, jongen? Ja, je mag ook wat drinken. Jij wilt ook nog wat drinken, hè? Ik kan niet wat drinken voor Lusjes. Ja, doe maar voor Lusjes en schenk. Hoppatee. Tata. Wil je wat drinken? Tata. Schappelijk. Kijk dan hoe netjes Luxie dat doet. Super goed, Luxie. Lekker als je dat dan. Lekker netjes, goed. Ja, zet maar niet, doe mama zo. Dat is lekker als je dat dan. Ja, dan krijg je dorst van. We hebben hem een gevonden. 13, de musical. En die is Nederlands ondersproken. Die is niet origineel. Die is niet, nee. Dus dat is overgesproken. Deze gaan we kijken, goed? Ja. 13 musical. Nou, zoek een lekker plekje waar je wil gaan zitten. Lusjes die zit weer op zijn auto. Ik ga zo hier. Terwijl Lusjes er even lekker op zijn autootje aan het spelen is. Ga ik met de kinderen nog even lekker dit filmpje kijken. En zo lekker ook hier in slaap vallen. Op de bank hier in de woonkamer. En zien jullie ons morgen weer in een nieuwe vlog. Vond je dit nou weer een leuke late night vlog? Doe dan even de duimpje. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Want de tijd vliegt snel voorbij.